In de vorige uitzending maakten we kennis met het project Licht en Kunst in nu nog vooral Loosdrecht. Een samenwerkingsverband tussen beeldende kunstenaars, ondernemers in de horeca en bewoners van de Oud-Loosdrechtse dijk tot en met de Veendijk. Het doel is wat licht en vrolijkheid te brengen in deze donkerste dagen van het jaar. De horecaondernemers bieden passanten leuke acties voor consumpties overdag en voor afhalen na 5 uur. Het werk van de deelnemende kunstenaars staat op, bij of in de diverse horecabedrijven en het werk is niet allemaal zichtbaar vanaf de openbare weg. Reden voor Gooi TV om de opnames voor 5 uur te maken. De precieze route en de locaties zijn te vinden op de website lichtkunstloosdrecht.nl. Bij elk werk staat een QR-code. Wanneer je die fotografeert, krijg je een mondelinge toelichting van de maker van het werk. Dit project duurt nog tot en met 8 januari, maar er gaan nu al stemmen op om het volgend jaar nog groter aan te pakken.